Nou ja, ook heb ik de droger draaien. Ik ben op zolder geweest, want ik heb dat kleed er vanaf gehaald. Dat zat in de vuilniszak. Ik heb er nog twee, maar die vind ik minder mooi. Deze is mooi. Ik wil ook op zoek naar meer. Nou, daar zitten we dan met z'n drieën. Allebei sprongen ze tegelijk op schoot. Nou, hoe leuk wil je het hebben? Hé? Ja, enkel de Elwin, die kan er niet meer op. Nee. Die ligt zo lekker op de bank, maar die zit wel raar te kijken. Daar zit onze Rijka. Ja, je pet is tot scheef. Ja. En hier ligt onze Elwin. Dat nog. Hé? Ja. En hier zit ik. Ja. En het is vandaag alweer reeds zondag. Ja, maar ik wens jullie natuurlijk eerst welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag al zondag, zei ik. En het is de 28e van de 1e 2024. Bemoei jij je er niet mee? Het is 16:35. Hij is 5 minuten achter. Oké, weten we dat ook weer. Ja, ik haal jullie er nou pas uit. Erbij bedoel ik, eruit. Eruit, ja, bij. Ik ben door de war. Ik werd wakker gemaakt door Mary. Die belde mij aan het begin van de middag op. Was het al middag of was het nog ochtend? Ik weet het niet eens. Ik ken ook nog ochtend geweest zijn. Ik weet het echt niet meer. Ik ken ook, eind ochtend, hè, na 11 uur nog wat, dacht ik dat het was. Maar ik kan het ook mis hebben. In ieder geval, ik was bezig met mijn eigen aan te kleden enzovoort. Kijk me herinneren. En nee. Het begon te tollen voor me. Ik ben gaan liggen. En ik word net wakker met mijn kleren, hè? Dus ja, hoe dan? Ik had schone kleren en al erbij gepakt. Want dit is schoon. Ik weet het niet, hoor. Nou ja, ook heb ik de droger draaien. Ik ben op zolder geweest, want ik heb dat kleed er vanaf gehaald. Dat zat in de vuilniszak. Ik heb er nog twee, maar die vind ik minder mooi. Deze is mooi. Ik wil ook op zoek naar meer en dan ook voor die tafel. Maar dan moet ik een hele grote hebben. Want die tafel is in doorsnee, het blad zelf, 1,90 meter in het rond. Maar dan moet je ook die overlapping nog hebben naar beneden toe. Dus dan ga je aan 1,90 tekort. Nou, en als je dit dan ziet. Nou, dat is een heel eind wat erbij komt. Ik ga, mijn centimeter, ik weet niet waar mijn centimeter is gebleven. Die lag iedere keer daar, maar die is daar verdwenen. Dus ik weet het even niet. Die moet ik even opzoeken, want die heb ik altijd wel bij de hand. En die is nou in een, ja, voetje. Ik kan niet te weten. Maar in ieder geval, als ik die weer heb, dan meet ik dat even op. En dan moet ook voor die tafel, ook die rand ongeveer zo wezen. Dus 1,90 plus dit gedeelte. Nou ja, hoeveel zou dat zijn? Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Nee. Dus, maar in ieder geval, dat wil ik dan ook op die tafel 1, 2 erbij hebben. En ik had van Mary wel een heel mooi kleed gekregen. Maar dat is gewoon katoen, dat moet je strijken. Ik wil gewoon echt zo'n dikke kleed hebben, wat dik is. Dit is lekker dik, weet je. Dat is dus meer, nou, dat is geknoopt. Dus ja, dat wil ik graag toch wel hebben, maar ja. Zoek maar zo'n grote, hè.
Ja, hij is super groot. Maar ja, dat kerstkleed van mijn moeder past er ook op. Enkel ik vind dan het randje wat er overheen valt, vind ik eigenlijk voor het goede weer te kort. Want als je deze nou neemt, die is van een kleine eethoek geweest. Nou, dat was een kleine ronde tafel. Ook ongeveer net zo groot als deze. Maar dan hoog op de poten. Vier poten had hij. Maar ik vind dat randje eroverheen een beetje te kort. Mag wel wat langer. Toch? Nee. Dus ja, die hoek moet nog. De rest is hier aan de voorkant klaar. Het is enkel dat gedeelte nog. En dat kleedje nog, want hier is het er ook al af. Ja. Hoe doen we dat, hè? Dus het is dit hoekje nog. Dus ja. En de kerstman. Moet er ook nog af. Kerstkaarten, maar dat, ja, meestal laten we dat ergens tot half februari, eind februari hangen. We zien wel hoor, dat hangt me niet op mijn rug, dat vind ik niet erg. Maar ja, in ieder geval, ik ga even lekkertjes even naar buiten toe, even frisse neus halen. Ik ga even lekker lopen met de meisjes, misschien dat ons goed zal doen, althans mij. Ja, het is daar nou weer 7 graden, daar is het 8 graden. Gaan we hier even kijken wat die zegt. Daar naartoe. Even iets. Oh ja, lekker. Bakkie drinken. Hij zegt ook 8 graden en het voelt als 4, dus het is wel koud. Dus we gaan ons lekker warm aankleden, dus ja. Gaan we gewoon even doen, hè, meisjes? Ja, hè? Gaan we zo lopen? Gaan we zo lopen? Ja, gaan we zo lopen? Ja? Ja, je reageerde net niet. Ik denk dat hij wil blijven leggen. Ja, gaan we even een blokje op? Ja, nou. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons weer mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, daar ben ik maar weer even. Ik heb de verlichting al gezellig aan en ik heb kaarsjes aan. Nou ja, en ook die twee elektrische. Ja, ik heb hier ook nog elektrische staan, maar ik moet even voor die een andere houder hebben. Ja, want die staat hier toch scheef. En dat wil ik niet hebben, daar kan voorbij. En daar zit een knopje onder. Onder zijn poepert, zwart knopje. Nou, die doe je dan aan en dan doet hij het ook. Maar die moet draaien en dan weer erin zetten. Dat gaat zo moeilijk bij die. Dus ik moet even een andere houder hebben. Ja, vrouwtje hoortje. Vrouwtje hoortje. Zo had je de kerel. Elwing ligt in de mand. Rijka die wil per se weer naar buiten, dat we al weg zijn geweest. Dus ja, waarom? Ik weet niet. Ik heb ook weer een gedeelte van de tuin opgeruimd aan die kant. Er ligt nou nog wat, maar ik zag niks meer. En dus... Ga mee jij maar even naar buiten, kind. Nee, Rijka. Moet ik boos worden? Rijka. Oh, laat Kandolf even met rust. Zo. Maar in ieder geval, ja, het begint op te schieten. Het is enkel, ja, dat hoekje nog. En ik moet die emmer legen, maar ik heb gewoon vandaag het vet niet. Ik heb toch wel wat gedaan, want ik ben op zondag geweest de kleed opgezocht. Ik heb de droger laten draaien, die is ook hopelijk al klaar. Ik heb weer wat van hun opgeruimd, van de dames. Leg nou nog een beetje, maar ik zag niks meer. Ik denk, ja, dan houdt het op. En gezelligheid. Komt toch weer terug, hè? Ja. Dus, komt helemaal goed. En ik heb mijn placement al klaarleggen. En ik heb koffie staan. Ik moet nog een bord en bestek afwassen en opschetlepels, want ik heb eten besteld. Ja. Van de Chinees. Ik heb lekker besteld
hoe heet het nou? Tap Joey, weet ik veel. Ik lees het op. Die eiergerecht en ketchup zout. Tap Joey, weet ik, ik haal het erbij. Even wachten. Tapio, weet ik. Ja, dan ben ik het toch echt kwijt, hè? Ja, dan ben je het echt kwijt. Maar, dan gaan we weer opzoeken. Ik heb sowieso een soepie. En dat is haaienvinnensoep. Dat vind ik zo lekker, hè? Haaienvinnensoep. Oh, wat vind ik dat lekker. Enkel ja, of het echte haaienvinnen zijn, dat weet ik niet, dat betwijfel ik. Maar we hebben Babi Pangang in ketchupsaus. Dat heb ik. Ja. Met Bami. Rijst, dat, nee. Die rijst van hun, daar stik ik zo wat in. Die korreltjes, die zijn ja, in mijn ogen, voor mijn mond niet gaar genoeg. En ze zijn zo klein. En mijn rijst is groter. Dus ja, dat heb ik besteld. Nou, dat mag wel eens een keer. Hoe lang is het geleden dat ik eten heb besteld? Ik geloof dat het één keer in het half jaar is of zo. Ik weet niet. Maar ik had er gewoon al zo zin in. Ik denk, meid, kom op. Even lekker eten. Ja, toch? Moet toch kunnen? Ja. Als het er is, dan pak ik jullie er weer even bij. Ja. Gezellig. Kijk, ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Nee. Speciale Hongkong schaal. Ja, die is bijna 28,50, zeg maar. Bijna 30 euro. Halleluja. Nee. Maar in ieder geval, dat heb ik besteld. En ik heb vergeten te vragen hoe lang het ongeveer duurt. Dus ja, dat is afwachten. Nu. Ja, ga jij eens even naar de kant. Ja, aan de kant. Aan de kant. Aan de kant, aan de kant, aan de kant. Kleine dikke boef. En het begint ook in en weer harder te waaien. Ook dat. Ik kwam net weer terug met de meisjes en... Ja, ik denk, wat is dit nou? Dat ik wegliep, helemaal geen wind, niks. Maar je komt terug en het begint heel echt gemeen koud, hard te waaien. En ik had mijn dunne handschoenen aan, want ik had geluisterd naar Google Earth van hoeveel graden dat was. 7 graden, maar geen gevoelstemperatuur gaf ze op. Dus ik denk, nou, dan kijk ik mijn dunnere handschoenen aan. Nou, had niet gekund, nee. Ik had wel even zere vingertjes, hoor. Ja, maar ja, doe je er ook niks aan. Nee, daar hebben we allemaal last van, hè, denk ik. Vooral de oudere garde. Ja, degene die zitten te kijken, laat maar eens eventjes weten of jullie er last van hebben. En dus, misschien Mary, ja, die zit, nee, die heeft het ding, nee, dat kan niet. Nee, Mary, dat gaat het hem niet worden. Maar ja, ze is wel eens buiten, maar niet vaak waar dat er gaat. Ze hoeft niet met de honden te lopen, die heeft ze niet. Ja, maar in ieder geval, en zo zijn er meerdere mensen die ik wel kan, maar die hoeven niet de honden te lopen, omdat ze honden hebben of zo, want die hebben ze niet. Nee, en dus. Ja, ik hoor je, schat. Ga eens aan de kant. Ja hoor, kom maar gauw, liever. Is het koud, oké? Ja, kom maar, waar ben je? Kom maar. Kom dan. Kom dan, man. Kom dan, man. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom. 1, 2. Goed zo, kijk, daar hebben we hem al, hè. Zo'n lief kereltje, hè. Hij is zo'n lief kereltje, ja. Zo'n lief kereltje, schat. Hallo. Hallo, kom dan. Ja. Lekker ding, hè? Ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appétit en tot later op de avond en geniet van je avond, dat vooral. Ja, tot later, doei doei. Wat doen we daar? Hallo?
Ja, lieve vrienden, ik zou jullie erbij halen als mijn eten er was. Maar ik heb het al op, maar ik heb ook nog over, hoor. Ja, genoeg. Daarom, Bami. Dan moet ik die open zien te krijgen. En dit is een ketchupsaus. Lekker vleesje, vleesje, vleesje. Dus ja, daar heb ik ook nog genoeg van over. Maar dat moet eerst afkoelen. Voordat het de koelkast ingaat. Ja. En ja, dat gaat eventjes in de week, week, week. Soepie had ik erbij. Dus dat was ook lekker. Ja. Zo. Dan gaat dit erin. Hup. En ik had er meer bij. Hup. Hup. Ik kan hem nog even omspoelen. Maar wat is er belangrijker? Een vlog in elkaar zetten. En dan zien we het wel weer. Maar ik heb mijn eten opgegeten. En waarom ik het vergeten was om jullie erbij te halen. Dat was omdat die. En die kleine daar op de bank. Beste keer gingen en mij een beetje boos maakten. Ze gingen nog meer tekeer dan normaal. Ja. En dat is niet nodig. Nee. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. En hoe kwam het? Die man, en ik had duidelijk gezegd, niet aanbellen, doorlopen, honden negeren. Wat is daar mis aan? Ik had gezegd, niet aanbellen. Wat wordt er gedaan? Bel eens aan! Hoe dan? Maar in ieder geval één ding weet ik wel. Die ene bel die mijn man ooit had aangesloten, enkel waar het slot van kapot is. Die doet het nog wel, de bel zelf. Ja, daar belde hij op. Ja. Dus helemaal goed. Weten we dat ook weer. Maar hij had gewoon niet aan moeten bellen, maar doorlopen. Ja, maar anders had hij misschien geschrokken. Hoezo? Ik heb toch besteld? Ik weet toch dat er iemand kan komen? Hoezo dan, denk ik? Ja. Een beetje dom en een beetje raar en een beetje vreemd. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga aan het werk. Ik ga eens een bakje koffie maken. Daar ben ik ook al aan toe. Want ik had er dit keer niet eens iets drinken erbij. Nee, dus ik ga even koffie maken en dan ga ik aan het werk even een vlog in elkaar te zetten. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond, hoe laat leven we? Bla 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 bla. 19:48, dus bijna kwart voor acht. Dus ja. Geniet gewoon. Ik zou zeggen, tot later. Nou, daar zitten we dan met z'n drieën. Hè? Allebei sprongen ze tegelijk op schoot. Nou, hoe leuk wil je het hebben? Hè? Ja, enkel Elwin, die kan er niet meer op. Nee. Die ligt ook lekker op de bank, maar die zit wel raar te kijken. Althans, licht raar te kijken. Hè? Ja. Wees toch lief, hè? Wel goeie stikkie. Hé? Ja, kijk daar eens. Wie is dat? Hallo, kijk dan daar. Ja. Hé? Nou, moet je er maar weer af. Goed zo. Jij ook weer? Of blijf jij? Mag hoor, alles mag. Vandaag de dag. Ja. Hé? Ja, zo. En dan gaat vrouwtje zo meteen lopen met de meisjes. Ja, ook dat moet weer gebeuren. Ja, vrouwtje is nou even nog een vlog aan het opslaan. En dan kan ik die zo meteen weer naar YouTube brengen. Ja. En zolang dat nog gebeurt, mag jij nog op schoot blijven hoor. Met je jezelf weer af wil. Ja. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dat helemaal geweldig. De allebei sprongen ze tegelijk op schoot. Nou ja, hoe wil je dat hebben? Hè? Dat is toch wel grappig. Dus, maar het maakt allemaal niet uit. Nee hoor. Mag van mij. Ja. Hé? Kandalevie. Ze kandalevie, hè? Jo. Kandalevie lief, hè? Jo. En Rijka lief.
Rijka is ook lief. Ja. Allemaal lief. Elwing is ook lief. Ja. Allemaal lief, lief, lief. Dus ja, dan weten jullie dat even. Ik ga gelijk ook een einde aan deze dag breien. En deze dag met jullie lekker afsluiten. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder nog van jullie avond, zolang jullie nog wakker willen blijven. Maar ja, morgen is het gewoon weer een werkdag. Morgen komt Willy weer. Dus ja, dan moet je er ook wezen. En ja, jullie zullen ook wel naar je werk moeten. Of jullie hebben wat anders dat jullie er tijdens eruit moeten. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, welterusten voor iedereen. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard, morgen gezond weer uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Over mens en dier. Daarom maken wij gewoon elke keer weer plezier. Ik zou zeggen, geniet van je dag morgen en tot later. Doei!